relatie tussen werk en wonen is heel nadrukkelijk aanwezig. U woont bij wijze van spreken er vlak bovenop, terwijl hier fix gewerkt wordt. En dat, ja, dat merkt u zo nu. Vorige week was het burendag, dus we lopen eigenlijk een weekje achter. Maar u moet dit zien, deze open dag, in diezelfde sfeer, in diezelfde geest. We willen u heel graag laten zien wat we hier allemaal doen op het terrein. En we willen heel graag een beetje kennis met u maken dat de relatie tussen ons als buren alleen maar vanaf vandaag beter kan worden. Nou, gelukkig staan wij met dat idee staan wij niet alleen. De provincie onderschrijft dit soort ideeën van harte. En gelukkig is dan ook de gedeputeerde mevrouw Bakker aanwezig om dat nog eens een keer te benadrukken. En natuurlijk moet ik niet vergeten, we hebben zelfs twee wethouders aanwezig. Ik wou graag gedeputeerde Bakker uitnodigen om even kort iets te zeggen. Nou, met veel plezier zal ik straks de bedrijvendag, de open bedrijvendag, samen met wethouder Terheul openen. We hebben zo net al een mooie rondrit gemaakt tussen dit bedrijventerrein en de woonwijk die hier aansluitend aan ligt. Op het moment dat je prettig woont, ben je ook gezonder en voel je je ook fitter. Nou, nu zie je, dit zijn natuurlijk situaties die uit het verleden zijn ontstaan. Hier het bedrijventerrein en aan de andere kant, eigenlijk naar de achterkant van de bedrijven, een enorme woonwijk. Maar wel een woonwijk waar een enorme potentie in zit. He, waar heel veel groen is, prachtig groen en een beek is. En met de scan die wij hebben ontwikkeld, hebben we het mogelijk gemaakt dat burgers hun, hun vragen kunnen stellen, hun ideeën kunnen voortbrengen, maar ook hun angsten en vermoedens naar voren kunnen brengen. En op die manier kan je met die scan, kan je zeggen, dan kunnen we maatregelen nemen, waardoor zo'n bedrijventerrein niet meer een bedreiging is, maar juist een hele prettige buur. Nou, de maatregelen die getroffen gaan worden, die zijn inmiddels in ontwikkeling. En die worden ook weer met de buurtbewoners besproken, maar natuurlijk ook met de bedrijven. Want van hun wordt natuurlijk toch ook wel een zekere bijdrage gevraagd. En vervolgens komen die bij de provincie, die subsidieaanvragen, te liggen. Maar ik moet één ding al een beetje verklappen. Ik denk dat het wel goed komt met die subsidieaanvragen. He, want daarvoor maakt zo'n dag, maakt het je wel heel erg duidelijk waarom je dat doet. Dus wat dat betreft wil ik jullie allemaal, de bedrijven, de gemeente, maar met name ook de buren, om het zo maar te zeggen, heel veel succes toewensen. En als de maatregelen zijn uitgevoerd, dan kom ik graag nog een keer kijken. Dank u wel. Dan wil ik u heel graag laten uitnodigen. Dank je wel, Sietske. Ik zie Janneke ook glunderen. Ik hoop dat ik datzelfde uitstraal, Ineke. Want ik mag wel zeggen dat wij in ieder geval als gemeentebestuur bijzonder erkentelijk zijn voor de wijze waarop de provincie met name ook in dit soort trajecten samen met ons wil optrekken. Ik heb de portefeuille Economie, Janneke Leefomgeving. Ik denk dat wat wij vandaag hebben laten zien, dat mooi illustreert hoe samenwerking in zijn opperste vorm gestalte kan krijgen. Samenwerking tussen gemeente en provincie, waterschap, dus de overheden, maar ook de samenwerking met bedrijven en bewoners. Nou, ik denk, getuigen de mensen die hier ook zijn, dat jullie steun zeer wordt gewaardeerd. Dus dank daarvoor. We zijn met onze bedrijven trots op wat hier wordt gepresteerd en ik zou iedereen willen aanraden om ook daadwerkelijk bij alle bedrijven eens even binnen te kijken. Ik wens iedereen een bijzonder genoegelijke dag en ik weet zeker dat het helemaal goed gaat komen. Dank jullie wel. Dank je wel voor deze woorden. Zie iedereen, en nu gaan we niet twee keer doen. Nee, jawel. 1, 2, 3. Goed, dan is dat nu officieel de dag van ons. Ik hoop dat het een leuke dag gaat worden. Daar gaan ze. We gaan vrolijk de stad over, dus dat komt helemaal goed. Thank you.
Thank you.
in. Ja, maar ik kom zeg maar met de support. Zeg maar, op de console, maar je hebt geen brug. Ja. Ja. Ik heb hem hier alleen.